He's brought a case in front of the European Court to do with dumping toxic waste and toxic water. What happens is it actually rises up, goes into the clouds, it gets then goes down as rain, it gets into our drinking water, and we actually have a clearing cost, of making it drinkable again, sanitation cost if you like, and the sanitation cost needs to be held by somebody. He's won the case by the European Court, so the European Court has said that the government needs to actually pay for cleaning of the water. However, since the Dutch government is not accountable by law and in through the court system, they don't have to. So nothing gets done with that, even though the European Court stated they have to. So the local court overrules the European Court. So basically what we're saying is not only are the elite dumping toxins into us as their portable toxic waste dumps, the court system's a joke and really doesn't work and there's no point in pursuing anything. I mean, realistically, what has Mr. Van Rooij been able to achieve that's positive, that has had a massive impact with all the effort and work that he's done? Okay. Terwijl dat een heel goed voorbeeld is. Het laat ook zien dat eigenlijk de Nederlandse regering gewoon zoiets heeft van ja, bekijk het fijn lekker maar. Want ze hebben er niks mee gedaan, dus de raad hoger staat dan de Europese raad. Heeft het überhaupt dan zin om dingen aan te kaarten bij de Europese Hof? Zijn er dingen die u heeft kunnen realiseren, die ook uitgevoerd zijn? Jawel, maar het is wettelijk niet zo. De Europese Hof staat hoger dan de Hoge Raad. Maar wij hebben een corrupt justitieel apparaat. En het justitieel apparaat treedt niet op tegen overtredingen die in strijd zijn met de arrest. Daar zit het probleem. Maar wat kunnen we daaraan doen? Zijn er dingen die we kunnen doen die wel geïmplementeerd worden? Wij moeten een justitieel apparaat hebben die het plegen van misdrijven door of in opdracht van onze overheid gewoon aanpakt. En tot wat gebeurt, heeft het dan zin om dingen aan te kaarten bij de Europese Hof? Waarom is ons justitieel apparaat zo corrupt kunnen worden? Ik heb het u laten zien. Je kunt strafaangiftes doen, zelfs van poging tot doodslag, tot je een ons weegt. En hun bepalen of dat het wordt onderzocht, ja of nee. En je kunt hier niet tegen in beroep als hun niet onderzoeken. Nou, in Duitsland is dat bijvoorbeeld anders. Dan moeten ze hier een beslissing opnemen of dat ze het onderzoeken, ja of nee. En dan kun je tegen die beslissing kun je een artikel een rechtelijke procedure beginnen. Maar hier zit geen termijn aan vast, hier zit geen beslissing. Als hun zeggen van het mag weggegooid worden, wordt het weggegooid. Dus die officieren van justitie, dat zijn hier de centrums van de corruptie. Die hebben onbeperkte macht. Die kunnen zelf bepalen wat er is. Nou, dat kan weggehaald worden door te zeggen van de procesmogelijkheden voor een strafaangifte, die moeten hetzelfde worden als voor een bestuursrechtelijk bijvoorbeeld. Oké. Okay. Basically, what Mr. Roy is saying is that the Dutch judiciary system is corrupt to its bone. It doesn't really matter what happens. He's actually been able to show us detailed police reports on vicious attacks, intimidation, and a number of other quite nasty things. Okay. And basically, they can just do whatever they want with it, and he can't do anything about it. The moment the judiciary system says, yeah, well, tough, we don't like him, we're not going to do anything about this, nothing he can do. In the rest of Europe, it's differently. For instance, in Germany, if a ruling gets done, and Mr. Van Rooij would not agree with it, he can actually challenge that ruling. The Dutch judiciary system does not allow this. Okay. So we need to basically overthrow the current judiciary system and replace it with something that actually works for the people. Well, I think we need to just get rid of the whole government, full stop. I just wanted to move on slightly, Mr. Van Rooij. Very, very